Dank aan de politici, want we hebben alle partijen die we aangeschreven hebben ook effectief gereageerd en iemand afgevaardigd. En omdat we allemaal politici aan tafel hebben, kreeg ik wel een wijze idee om een moderator aan te spreken om alles wat ik nu bepaald te leiden en een heel strikt tijdschema. We gaan dat goed, heel goed proberen in de hoofd te houden. We hebben een heel gevuld programma. Dus ik stel voor dat ik het woord aan Bart geef, onze moderator van vandaag. En dan we erin vliegen, zodat we het programma afgewerkt krijgen. Oké, ook van mij een goedemorgen. Mijn naam is Bart Timperman. Ik ben journalist bij de Gazet van Antwerpen. En Herentalsenaar. En vandaar ook hier graag aan tafel om te luisteren naar politici die in contact willen komen met ondernemers uit onze regio. Dat is een beetje het kernthema van dit ontbijt, denk ik. Dat wij eens gaan kijken van wat die politici voor de Kempen denken te kunnen doen of te moeten doen. De organisatoren hebben het zo ingericht dat iedere kandidaat die hier is, 5 minuutjes de spreektijd krijgt om zijn of haar visie op zijn of haar opdracht voor de Kempen wat toe te lichten. En Carlo zal de onverbiddelijke stopwatch hanteren om te zorgen dat iedereen van de sprekers binnen zijn tijd blijft. Normaal in de boksering is dat een mooie jonge dame, is dat helaas. Na dat eerste deel gaan wij de politici hier aan de tafel vragen om over een aantal vragen die ook door jullie zijn ingestuurd te praten. We gaan dat fatsoenlijk doen, we zijn fatsoenlijke mensen van de Kempen, we zitten niet in de 7e dag waar wij moeten scoren. We gaan op een beschaafde manier ideeën uitwisselen. En dat is de reden dat ik hier ook zit. Ik heb thuis niks te vertellen, ik heb op de klant niks te vertellen, dan kan ik gelukkig hier zeggen hoe het moet gaan. Oké, we gaan we hebben gekozen om qua opstelling te beginnen bij N-VA en zo op het politieke spectrum stukje bij stukje op te schuiven naar de laatste spreker voor Groen. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat we toch wel vonden vanuit de inrichters dat het dapper was van de partijen aan de linkerkant van het firmament dat zij het debat met ondernemers willen aangaan. Zij beseffen zelf wel dat zij hier niet hun grootste fanclub gaan vinden. Maar het feit dat zij hier in debat willen gaan, siert hen en daarom krijgen zij in deel 1 van de organisatie het laatste. Ik stel voor dat Chris van Dijk zich meldt. Ja. Chris, hoef ik u waarschijnlijk niet voor te stellen. Hij zal dat ongetwijfeld ook zelf doen. En hij mag, zoals in het parlement, een echte spreker aan het sprekersstoel gaan staan om u te overtuigen dat hij de juiste man is voor de Kempen. Dank u wel, Bart. Mezelf voorstellen, ik heb maar 5 minuten, dus ik ga dat weinig doen. Je kan lezen, daar ga ik dus weinig over vertellen. Voor eerst hartelijk dank dat ik hier aanwezig mag zijn. En ook dank voor de formule en het feit dat jullie als ondernemers hier maandelijk samenkomen, aan netwerking doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat heeft ook een link met de politiek. En ik kijk naar een aantal collega's hier, als het over de Kempen gaat, horen wij ook elkaar te kennen. En ik kan u zeggen dat in mijn beleidsdomein, ik doe vooral onderwijs, dat ik daar goede Kempense collega's heb in de huidige Vlaamse meerderheid, waar wij goede afspraken kunnen maken. Maar nu, het ondernemerschap in de Kempen. Beste mensen, we kunnen het ondernemerschap in de Kempen, en ik weet dat is de opdracht, want ik is de Kempense focus, ik kom er zo dadelijk op aan toe, maar we kunnen dat niet loszien van de economische realiteit, van de omstandigheden zoals we in dit land, in Vlaanderen, ook in België, moeten werken. Ik gebruik graag de beeldspraak. U als ondernemer, u bent een marathonloper. En je kunt misschien wel zorgen dat je de route juist uitstippelt. En dat je een goed trainingsschema hebt. En dat de piste afgebakend is. Maar als je geen zuurstof hebt, als je een rugzak van 20 kilogram moet meesleuren, ja, dan kunnen moeilijk topprestaties leveren. Dus voor eerst stellen we als N-VA een heel duidelijk V-plan, waar we stellen dat ondernemen, werken moet beloond worden, dat we een ommekeer moeten teweegbrengen in dit land, waarbij werken, want dat is de basis, dat is welvaart creëren om vervolgens ook welzijn betaalbaar te kunnen houden, om ervoor te zorgen dat we een sociaal beleid ook kunnen voeren. Dat is de essentie. En onze Vlaamse ondernemers, en voor heel het land onze Belgische ondernemers, ja, ik neem dat ook in mijn mond, dat zijn degenen die eigenlijk voor die basis zorgen waarop onze samenleving verder kan ballen. Dus het ondernemerschap
is belangrijk. En soms krijgen wij dan inderdaad van een aantal critici het verwijt. Het is de partij van de ondernemer of het is de partij van Voka. Echt, wij hebben die pretentie niet, maar wij vinden wel dat er moet gewerkt worden. Dat werken kansen moet krijgen. Wij wensen te werken aan de lastenverlaging. Alleen hier vlakbij hebben we pas nog gezien bedrijven die sluiten, die niet naar Afrikaanse of Aziatische landen trekken, maar naar onze buurlanden, omdat de concurrentiekracht hier in ons land van die aard is. Nu, meer specifiek naar de Kempen. We hebben een schitterende ligging. En we moeten die ligging, denk ik, ook weten uit te buiten. We hebben de voorbije periode vanuit de Vlaamse overheid ook initiatieven genomen. Ik denk aan de Noord-Zuidverbinding. Maar er zijn een aantal heikele punten die echt wel moeten opgelost worden. Ik heb Bart een paar weken geleden getweet naar uw collega Alex Molenaar. Die zei naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen rond Oosterweel. Misschien zullen ze in Antwerpen terug een referendum moeten organiseren. Gelet op de nieuwe ontwikkelingen heb ik hem gevraagd. Mogen de Kempenaars, diegenen die elke dag 20 kilometer in de file staan. Want er juist was het vanaf hier, herentals industrie, maar ook vanuit Soersel, mogen die dan een keer meestemmen. Dus we hebben een goede ligging, maar we moeten zien dat die ligging ontsloten is. Voor het autoverkeer, voor het vrachtverkeer, maar ook voor het spoor. We stellen vast, en Servais zal daar gaan, die heeft heel veel moeite gedaan, ik durf dat hier ook zeggen, om een aantal ontwikkelingen daarvoor uit te helpen. De elektrificering richting Mol. Dat is heel belangrijk, maar het is nog altijd een leidersweg en ik ben een dagelijkse getuige. Ik rij nog liever met een auto naar Brussel, hoe moeilijk ook, dan met de NMBS. Want soms zegt men, je weet wanneer je vertrekt, maar niet wanneer je aankomt. Zelfs dat vertrek is niet zeker. Het is niet de eerste keer dat ik vanuit een trein terug uitgestapt was, naar mijn auto liep, om toch maar die auto te nemen. Dus die mobiliteit blijft heel belangrijk als stroef hier in de Kempen. Ikzelf doe heel veel aan onderwijsbeleid. Ik denk dat we hier in de Kempen wat dat betreft naar scholingsgraad heel goed zitten. Met, ik zie het, nog één minuut. Met een hogeschool die goede bindingen heeft. Ook met de Universiteit Leuven, waar ze een associatie mee hebben. Maar anderzijds ook Antwerpen. Dus we zitten hier goed. Een ander belangrijk element is dat we in de Kempen heel wat plannen hebben. Hè? We hebben RESOC. We hebben SPK dat met heel wat ideeën de boer opgegaan is met ondernemers, met werkgeversorganisaties. Dus laat ons die plannen uitvoeren. En finaal hebben we hier, en dat is voor een stukje gelinkt aan mijn dat toch wel wat onderwijs betreft, dat is dat we hier een aantal kenniscentra hebben. Straks zal er waarschijnlijk ook over gediscussieerd worden. Enerzijds het Vlaams, het VITO, dat we sterk moeten blijven ondersteunen. En hier in de Kempen blijven verankeren, want dat is ook een dagelijkse strijd. En ik spreek hier, en Christophe, daarover gaan we het straks waarschijnlijk wel even hebben, de toekomstkansen voor ons SCK, Studiecentrum voor Kernenergie. Want ook daar hebben we steeds aan de top gespeeld en willen we aan de top blijven spelen. En nu komt er stop en dan moet ik inderdaad afronden. En ik hoop jullie straks in het debat dan terug ter woord te kunnen staan. Dank u wel voor uw aandacht. Het was ongelooflijk goed binnen de tijd. En zo s'morgens. Die hopen dat uw confraters het even goed doen. Martin, ik heb... moet je de statief? Ja, ik pak het liever in de hand. Ik begrijp dat Martin zelfs in die presentatie heeft voorbereid. Ja, maar de techniek is minder mijn ding, dus ik hoop op... Gewoon een pijltje. Ja. Ja, mezelf voorstellen ga ik ook niet doen. Degenen die mij willen leren kennen, dan heb ik liever dat dat persoonlijk gebeurt op een ander moment. Er zijn hier al een aantal mensen die ik ook liever s'avonds dan, want ik heb juist ook al gezegd, ik ben 's morgens nogal een diesel die ik ook al heb ontmoet en dan kunnen we persoonlijk een gesprek voeren. Ja, voilà, ik wilde klikken en het is al... Ja. De vraag was dus, wat bieden wij de Kempen? En zoals Chris terecht zegt, van ja, natuurlijk kan je de Kempen niet loszien van de economische situatie, niet alleen in Vlaanderen en België, maar ik denk ook in heel de wereld. Heel Europa en heel de wereld.
Dus VLD heeft daarom, gebaseerd op cijfers van het planbureau, heeft een 5-5-5-groeiplan. Ik ga dat heel kort zeggen, dat is heel gemakkelijk. 5 miljard lastenverlagingen voor de mensen, netto meer verdienen. 5 miljard lastenverlagingen voor de ondernemingen. En hoe ga je dat dan betalen? Dat is door het overheidsbeslag met 5% terug te brengen. Dat is allemaal becijferd. Economen discussiëren daar graag over. Lode Vreek, professor economie, heeft dat met een team van 10 experten uitgewerkt. Dus wij zijn ervan overtuigd dat wij, als we meer tijd hebben, dat wij die cijfers kunnen onderbouwen. Meer mensen aan het werk. Het planbureau sprak van 149.000 op basis van de cijfer van de economische groei. Met onze efficiëntiewinsten zouden we er 100.000 willen bij doen. Minder lasten, ik heb het al gezegd, de mensen beter verdienen. Investeren in mens en wereld, Chris, en dat is dan wat jij zegt. Onderwijs is daar denk ik een heel belangrijke zaak op Vlaams niveau om in te investeren. Maar ook bijvoorbeeld in het wegwerken van de wachtlijsten op Vlaams niveau naar zorgbudgetten voor mensen met een handicap en dergelijke. Efficiëntiewinsten in de overheid. Denken we aan wat Maggie de Blok gedaan heeft, die eerst budget bijkreeg om de asielcrisis op te lossen en op het einde van de legislatuur erin geslaagd is om geld terug te geven. Dus het moet haalbaar zijn als je de juiste mensen op de juiste plaats zet die echt de wil hebben, zoals u allemaal doet als ondernemers elke dag de wil hebben om iets te realiseren. Kan dat perfect. Voor de Kempen dan, ook natuurlijk een punt van ons programma. Naar een Nederlands voorbeeld zouden wij willen regeluwe zones voorstellen. En dat zou vooral ook in de Kempen een aantal zones moeten gedefinieerd worden die daarvan gebruik maken. Wat wil dat dan zeggen? Bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld, het kan ook bijvoorbeeld de nucleaire site Moldessel zijn, maar er kunnen er nog een aantal andere gedetecteerd worden. Het economisch netwerk Albertkanaal, dat ligt er. Als je als bedrijf in die zone iets wil beginnen en je voldoet aan een aantal voorwaarden, wel dan zouden we zeggen van ja, doe maar, begin er maar aan. Net zoals de meldingsplicht die er is in de ruimtelijke ordening. Je meldt dat je gaat beginnen en je kan vanaf dag 2 de schub in de grond steken en met je onderneming beginnen. En er is dan enkel een postfactumcontrole om te zien of dat je inderdaad aan de voorwaarden hebt voldaan. En we denken dat er in de Kempen een aantal zones zijn die daaraan kunnen voldoen. Economisch netwerk Albertkanaal, maar ook de nucleaire site bijvoorbeeld. Mobiliteit is hier ook al aan bod gekomen. We hebben inderdaad net gezien, Herentals industrie stond stil. Maar meestal is het van waar dat ik woon, Grobbenhoek, Herentals West, altijd Kokenbak. De Noord-Zuidverbinding tussen Kasterlee en Geel is inderdaad gerealiseerd en we zijn daar blij mee. Maar wat stellen we vast? Eigenlijk is die niet helemaal gerealiseerd en creëer je terug een bottleneck in bijvoorbeeld in Herselt, waar dat die Noord-Zuid, die brede baan, dat die dan terug vastloopt. We denken dat er genoeg gestudeerd is. En hier ga ik een beetje uitleg bij geven en dat je dus inderdaad ook hier de schub in de grond moet steken. Je ziet die stippenlijnen daar, dat zijn wegen die er liggen op het gewestplan. Daar is over gestudeerd, dat ligt allemaal voor, die plannen liggen klaar, realiseer die dan ook. En zo ook in Herselt ligt dat ook inderdaad op die manier vast. En hier zou een foto moeten staan, voilà. De Noord-Zuid, goede realisatie, de flyover, maar dan rij je dus in Herselt terug vast. Het baantracé is hier ook al gezegd, volgens ons staan we even ver als in 2009. En gaan we dus het risico lopen van daar nog lang over te discussiëren. Dus zeggen wij, begin met bottlenecks die voor de Kempen belangrijk zijn. Antwerpen-Oost, los dat eerst op. En los A102 en R11-bis, zodanig dat je langs de rechtse kant ook weg kan naar de E19. Los dat eerst op. Dus, genoeg gestudeerd, steek de schub in de grond en begin eraan. Dankjewel, Martin. Een heldere presentatie, denk ik. We gaan kijken of Servet, de man die Brussel half uur voor de splitste, ook voor de Kempen, iets kan betekenen. We gaan ervan uit dat hij vindt van wel.
Goedemorgen allemaal. Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid als Kempense politici is om ook voor deze streek op te komen naast de algemene politiek die we doen en het algemeen belang dat we moeten dienen. En ik denk als we even nog eens mogen terugblikken, dat we de laatste jaren toch wel en op het Vlaamse niveau en op het federale niveau wel wat centen naar hier hebben gekregen. Er is reeds gesproken over de Noord-Zuid. Er zijn de verhogingen van de bruggen aan het Albertkanaal op het Vlaams niveau, Chris en Jan. En ja, alle bruggen moeten gedaan alvorens we ook effectief de volle resultaten daarvan zullen zien. En ook op federaal vlak hebben we dat gedaan. Dank u Chris dat je verwezen hebt naar de elektrificatie Mol-Herentals. En ik denk dat we een nieuw station in Herentals met nieuwe parking moeten voorzien. Ik denk ook dat we naar Turnhout moeten doen. Omdat mensen die hier wonen ook heel snel in Antwerpen kunnen zijn om daar goed in een boterham te verdienen, om hier dan vervolgens eigenlijk die centen te kunnen een stukje opdoen. Dat komt onze economie ook ten goede. We hebben Mira 5 jaar geïnvesteerd. We hebben, en als staatssecretaris voor de Gieter Gebouwen, heb ik eigenlijk toch de kans gehad om in opvolging eigenlijk van Jos Dupré hier een pak te investeren in de gevangeniswezen, in een nieuwe rechtbank van koophandel, in een nieuw vredegerecht en zo meer. Elke gevangenisplaats die we extra voorzien is 1,3 jobs extra in deze streek. Op die manier hebben we enkele honderden jobs extra voorzien. Maar wat is ons probleem? We hebben 7% van de bevolking. We hebben ook 7% van het BNP. Maar onze activiteiten zijn voornamelijk de traditionele verwerkende industrie en de bouw en de landbouw. En wij scoren iets minder goed in de innovatieve activiteiten. En ik denk dat we straks dus de conjunctuur terug moeten aantrekken. En dan hebben we het over loonlasten, dat gaat over de algemene politiek, dan gaat het over de concurrentiepositie van jullie. Maar dan denk ik dat we ook voornamelijk moeten investeren opdat we ook nieuwe innovatieve activiteiten naar hier krijgen. En ik blijf geloven in Mira. In energetisch onderzoek en ook in niet-energetische nucleaire toepassingen. Ik hoop dat Vito, en ik hoop ook nog dat de Vlaamse regering nog rond krijgt voor eigenlijk die geothermie, de eerste financiering rond te krijgen. Wat ons en het federale niveau alvast betreft, ik heb de top van Vito en de top van Niras bij elkaar gebracht op ons kabinet. En Niras gaat ook een stukje mee financieren, omdat het ook past in het kader van hun onderzoek. Zo krijgen we ook weer extra centen van het federale niveau naar de Kempen. Ik geloof in Thomas Moore, waar we met de bouw, waar we met de zorg en die bachelorzorg gaan moeten uitbreiden. Zeker ook omdat de vergrijzing hier gaat komen. En ik hoop dat we ook sport en beweging gaan krijgen, omdat beweging heel relevant gaat zijn in een vergrijzde samenleving. En we hebben hier innovatieve technieken. We draaien hier de pillen. En in Limburg heeft men de ambitie om die pillen als het ware met 5, 6 op maat bij de patiënt te brengen. Waarom kunnen we dat hier niet doen? Ik denk dat centrum in Laakdal moeten daar mogelijkheden zijn om dat eigenlijk in de streek waar je farmaceutische industrie hebt te realiseren. Dus eigenlijk innovatie, de economie terug doen relanceren met concurrentiekracht zodanig dat de traditionele activiteiten die we hebben, dat die terug herdemareren. Maar onze economie mag hier in de Kempen niet stop and go zijn, moet altijd go gaan en dus moeten we durven inzetten op die innovatie. Mobiliteit, ik denk dat inderdaad we de zaken naar de Noord-Zuid moeten proberen door te trekken tot Aarschot. Ik denk dat we hoe dan ook, kwestie dat spoor bijkomend, moeten blijven investeren zodanig dat deze streek veel beter ontsloten wordt en daar zal cruciaal voor zijn, niet alleen die spitsstroken die ons allemaal gelukkig wat helpen, hè. Maar ook inderdaad, en dat wordt het uitgangspunt, de Oosterweel. En tenslotte, heel veel bouwactiviteiten hebben we hier. Eigenlijk buitenproportioneel meer bouw dan in andere streken van dit land. Wij als overheid, wij moeten investeren. En niet alleen in gevangenissen en in rijbanken, maar ook in scholen en ook in de renovatie en de herstelling van onze autostrades. En ik denk dat daar met PPS moeten gebeuren, maar ik denk dat wij als Kempense politie daarop moeten hameren, zodanig dat onze bouwondernemers een stukje daar vruchten van kunnen plukken. En ik ga de komende weken hard in debat met al mijn collega's in de Kempen en buiten de Kempen, maar ik beloof u ook, de 25e mei 's avonds druk ik hen de hand, wat een uitslag ook is, en zal ik met deze Kempense collega's samenwerken om hier massaal investeringen naar deze streek te krijgen, zoals we dat ook de afgelopen jaren hebben gedaan. Ik dank u. Dank u wel, Servé.
Dan is het de beurt aan Jan Bertels. We hebben jaren geluisterd naar Jan Peters hier in Herentals voor de SPA. We hebben een nieuwe Jan. Gaat die Jan voor een andere wind of een nieuwe wind zorgen vanuit de SPA voor die? Een andere wind zeker. Of dan een nieuwe wind is, dat laat ik dan aan jullie over. Maar dus effectief, om een beetje te parafraseren wat... ik zal toch een naam nemen. Wat Chris van Dijk ook net zei, het belangrijkste boodschap die ik hier wil geven is ook van dat de SPA is ook niet de partij tegen de ondernemers. Je kunt dat misschien denken, maar dat is ook niet zo. Wij zijn evenzeer gevoelig als alle anderen omtrent de concurrentiekracht of de concurrentiepositie van de ondernemers, want we hebben ondernemers nodig in België, in Vlaanderen, om mensen aan het werk te krijgen, om mensen werk te hebben, waardoor die mensen inkomen kunnen verwerven en een duurzaam en dus aanhalingstekens gelukkig leven kunnen doen. Ik ga niet alles herhalen wat de collega's hier al verteld hebben, want dan worden jullie het beu om na 5 presentaties 5 keer hetzelfde te krijgen. Maar wat belangrijk is, denk ik, de campen, en dat is ook hier aangehaald, en dat, ik ben blij dat de collega's daar ook zo over denken en dat ook meestal bewijzen in de praktijk, is dat wij ons rechtmatig aandeel moeten krijgen van Brussel, om het zo maar even te zeggen. Wij zijn geen achtergesteld gebied meer. En dat willen we ook niet zijn in Vlaanderen of in België. Dus wij hebben recht op een aantal zaken die we moeten krijgen. En ik ga een ander voorbeeld nemen dan de collega's daar hebben aangehaald. We hebben in de campen ook recht op een hoogtechnologische gezondheidszorg. Dus laat onze ziekenhuizen samenwerken, zodat wij niet meer naar Leuven, Bonaire of Antwerpen moeten gaan voor bepaalde specialistische operaties. We zijn een gebied dat groot genoeg is, dat groter is dan veel andere gebieden, waardoor wij die zorg ook hier moeten krijgen aan onze deur en niet naar een revalidatiecentrum aan de zee, bijvoorbeeld. Dus daarom moeten de campen vertegenwoordigers hebben in Brussel en die vertegenwoordigers moeten liefst samenwerken. Want samenwerken is voor ons een sleutelwoord. Het heeft geen zin dat wij ons positioneren tegen de Antwerpse haven of tegen strategisch plan Limburg. We kunnen dat beter allemaal samen doen en genieten van schaalvoordelen of efficiëntievoordelen, zoals dat is, samen vooruit, zou ik zeggen. En dat betekent ook, en dan kom ik even op het iets ruimer economisch kader, dat we ja, de begroting op orde moeten zetten. En elke partij heeft daar plannen. Je hebt al veel plan gezien, 555 plan. Wij hebben ook zo'n plan en gaat er wel ander horen. Maar dat betekent ook dat we wel vanuit de openbare sector ook moeten toelaten, en Servais heeft er een klein beetje naar verwezen, dat er nog investeringen kunnen. Ja? Nederland, Zwitserland is niet het voorbeeld. Wij hebben nood aan publieke investeringen, zeker voor de campen, voor onze bijvoorbeeld bouwbedrijven, wegenbedrijven, die hebben nood aan publieke investeringen. We moeten die ruimte dus ook laten. Besparen, ja, kapot besparen, nee. Sociaal-economische uitdagingen, daar denk ik dat wij, dat Vlaanderen voornamelijk, maar ook de federale overheid, het kader moet creëren zodat er ondernomen kan worden. Dus de voorwaarden moet scheppen. Dan moeten we kijken hoe wij de transitie die bezig is, of we dat nu willen of niet. Tafelgenoot heeft daar straks gezegd, we zijn het oude continent. We zijn transitie bezig van een industriële, traditionele industrie naar een kenniseconomie. We moeten die ook begeleiden. En Vlaanderen heeft daar een zekere rol in te spelen en de federale overheid ook. Innovatie ondersteunen, ik ga niet herhalen wat onze collega's al gezegd hebben. Enigste, toch even naar Servais toe. Ik neem aan dat we Lycalab, dat Servais dat bedoelde met de geneesmiddelen, want dat is een potentie die we hebben. In Turnhout zijn we daarmee bezig. Velen van ons zijn daarbij betrokken. Dat moeten we dus ondersteunen. De geothermie, dat is evident. De ontsluiting van de campen, de mobiliteit, ga ik niet herhalen. Wat voor ons ook nog belangrijk is, naast de pure economie, ook de mensen, is we moeten in de campen ook, denk ik, de sociale economie blijven ondersteunen. We hebben een goed uitgebouwde sociale economie met een groot deel van de welzijnszorgcampen, om het zo maar even te zeggen. We moeten dat blijven doen en Vlaanderen moet dat ook blijven doen. Activering van werklozen, ja, moet absoluut gebeuren. Een aantal andere mensen moet je via arbeidszorg blijven ondersteunen. Belangrijke uitdaging, denk ik, voor Vlaanderen, eentje dat ons nauw aan het hart ligt, is van we moeten onze planningsprocedures, overlegprocedures, vergunningsprocedures absoluut versnellen. Omgevingsvergunning is een begin, maar laten we dat alsjeblieft nu operationeel maken. Je wordt er nu knettergek van dat eigen Vlaamse instanties elkaar jaren kunnen tegenspreken en dus een aantal zaken kunnen blokkeren.
ENA, Martin heeft er al aan verwezen, ga ik niet doen, maar moet meer erkenning krijgen vanuit Brussel, denk ik. Kennisregio, Campina zitten, nucleaire sector. De land- en tuinbouw in onze streek niet te vergeten. Beverdonk in Grobbedonk. Ja. Anneke is ook bij ons hier in Herentals. Heidenbroek hier in Herentals. Laat alsjeblieft die industrieterreinen nu een doorgang vinden en gebruikt kunnen worden in het belang van onze mensen. Industriële sector niet loslaten, heb ik al even gezegd. Dus wij moeten werken aan een duurzame bouwsector. Laat die renovatieactiviteiten daar ook gebeuren. En ik zie hier stop komen. Nog één zaak wil ik aan toevoegen. We moeten hetzelfde doen voor de logistiek. Ik ben nog onlangs geweest bij Schegers. Dus we moeten manieren vinden om onze logistieke sector, onze transportsector te ondersteunen. En er zijn bijvoorbeeld voorbeelden van in het kader van het Vissersfonds om daar een oplossing te bieden voor de wachttijden, om dat woord maar even te gebruiken. En hetzelfde moeten we doen, denk ik, voor de productiebedrijven. Laat die in onderzoek en ontwikkeling koppelen aan onze productiebedrijven die we hebben, zodat die bedrijven hier ook nog een toekomst kunnen hebben. Okay. En dan stop ik. Ja, prima. Dankjewel. En nu iemand die niet kan zeggen, ik ben van de Kempen, die toch onze Kempenaars moet komen overtuigen van zijn goede wil voor deze regio en voor de ondernemers in deze regio. Dat klopt. Voor eerst mijn Kempense collega's, en dat zijn er heel wat, in het bijzonder Kim Buist en Jeroen Dillen, een beetje nieuwe gezichten van ons in de Kempen, verontschuldigen, zij konden er niet bij zijn. Ik wou er wel graag bij zijn en meteen de moderator daarom een beetje tegenspreken. Ik was het manifest met hem oneens dat dit een plek zou zijn waar wij als Groenen wat vreemd zouden zijn, ons niet zouden thuis voelen, dat we bijna een prijs van moed en zelfopoffering verdienen omdat we hier om 7:45 voor de deur staan om ons programma voor te stellen. Ik ben het daar manifest mee oneens om twee redenen. Eén, ons programma. Daar zit heel wat eten en drinken in voor ondernemers. En twee, de dag dat ondernemerschap iets is van rechtse, conservatieve of nationalistische politie alleen, is er pas echt een probleem als het gaat over ondernemen in Vlaanderen en in de Kempen. Dus ik ben hier graag, omwille van mijn programma, ben hier graag omwille van het publiek, om wat ik te vertellen heb en wat jullie te vertellen hebben. Dus bedankt voor de uitnodiging en ik hoop dat jullie in elk geval met mij eens zijn dat ondernemerschap moet zijn van alle partijen, van links tot rechts, van groen tot grijs. En grijs zijn er heel wat partijen in dit land, in onze fantastische regio Mechelen en Vlaanderen en de Kempen. Daarmee heb ik ook verteld dat ik Mechelaar ben, een regio in volle beweging. Waar wij als Groen trouwens ook volop mee verantwoordelijkheid nemen, zoals we dat in de Kempen doen, ook in Turnhout, Oud-Turnhout en dergelijke meer. In Turnhout hebben we samen met andere partijen de boel gered naar behoren qua politieke miserie. Ook belangrijk voor ondernemers, stabiliteit en zekerheid. Drie dingen die ik nog vooraf in de groep wil gooien, die ik denk belangrijk zijn, zowel voor Vlaamse ondernemers als Kempense ondernemers in het bijzonder. Eén, een grondige fiscale hervorming. Mijn grootste kritiek op deze federale regering is dat zij begroting na begroting wat aan inkomstenzijde heeft gewerkt. Bedrijfswagens, liquidatiebonus, roerende voorheffing. En dat niet gedaan heeft van een duidelijke visie. Mijn overtuiging is dat het eerste jaar van de volgende legislatuur op federaal en op Vlaams niveau er moet zijn van een duidelijke fiscale hervorming. Gericht op verschuiving, fundamenteel lagere lasten op arbeid, verschuiving richting de grootste vermogens en milieuvervuiling. Doe je die verschuiving niet, is mijn oprechte overtuiging, dan gaan er geen substantieel lagere lasten op arbeid komen. Misschien wel in plannen voor de verkiezing, maar niet na de verkiezing. Dus fiscale hervorming, beleidsprioriteit nummer 1. Waar wij ook grondig de vennootschapsbelasting willen aanpassen, die een stuk willen vereenvoudigen. Wieden in de aftrekposten, naar de nationale interestaftrek kijken, om op die manier het nominaal tarief te gaan verlagen. Als je kritisch bent op aftrekposten, dan kan je de vennootschapsbelasting onder de 30% brengen. En dat is een vennootschapsbelasting die meer in maat van KMO's is, die eenvoudiger is, die minder complex is en dus rechtvaardiger is. Dus fiscale hervorming, prioriteit nummer 1. 2, een cluster rond energie. Ik hoef je niet te vertellen dat energiekost een heel belangrijk element is van competitiviteit. We staan, wat ook de energetische keuze van de toekomst is, we staan voor enorme investeringen de komende jaren, want we zitten met een oud productiepark op vlak van elektriciteit in dit land. Dus de keuze is niet, gaan we investeren? We zullen sowieso moeten investeren en de vraag is, hoe gaan we dat doen en in wat gaan we dat doen? Wij willen dat maximaal doen op een efficiënte manier, geen oversubsidiëring en daar waar er steun nodig is, dat doen vanuit algemene middelen in plaats van via de factuur, want dat is niet interessant voor onze burgers en bedrijven.
Nog heel even over Mira. Mijn oprechte overtuiging is dat we daar ongelooflijk veel tijd hebben kwijtgespeeld. Ik weet dat Servé zijn zolen van zijn schoenen heeft kapotgelopen voor de ondersteuning van Mira. Dat toont zijn Kempes engagement. Maar wat mij betreft is dat een foute keuze. Hè? Mira is volgens sommigen de levensverzekering van het SCK. Ik denk dat dat een levensbedreigend iets is. En dat de volgende jaren moet gaan over die nucleaire sector in de Kempen. Hoe maken we die klaar voor de toekomst? Een toekomst waarin er minder nucleair is. Maar wel nog heel veel nucleaire toepassingen zullen nodig zijn. Veiligheid, ontmanteling, afval en dergelijke meer. Dat is de nucleaire sector van de toekomst. Daar moeten we Champions League blijven spelen. En dan drie, heel kort, mobiliteit. Er is al heel veel over gezegd. Voor een regio als de Kempen heel belangrijk. Laten we er ook werk van maken. Een aantal investeringen zijn genoemd. Het spreekt voor zich dat ik als Groen daar ook een lans wil breken voor fundamenteel voldoende investeringen en NMBS in de lijn. Eigenlijk moet elke Kempenaar gaan betogen aan het hoofdkwartier van de lijn en de NMBS, zoals elke Limburger moet gaan betogen aan het hoofdkwartier van de NMBS en de lijn, want er wordt in deze regio te weinig geïnvesteerd in openbaar vervoer en dat is ook een belangrijke factor van ontsluiting voor mensen, maar ook voor bedrijven. Tot slot, onze slogan is samen beter doen. Waarom samen? Omdat wij niet de pretentie hebben dat we dat alleen gaan doen. We gaan dat land en die regio alleen maar in beweging krijgen als je een coalition of the willing krijgt van politiek, van ondernemers, van constructieve vakorganisaties. We willen dat beter doen. We wonen niet in het verschrikkelijkste land van de wereld, maar er is ambitie en ondernemerschap genoeg om het beter te doen op economisch, sociaal en ecologisch vlak. En we willen dat vooral ook doen. Vandaag nemen wij als Groen verantwoordelijkheid op in heel wat lokale besturen. Wij zeggen heel duidelijk, wij willen dat ook doen na de verkiezingen. En ik weet dat heel veel van jullie gecharmeerd zijn door het programma van één partij. Dat ondertussen de N-VA zich opwerpt als de partij van de ondernemers. Ik denk, als we voor ondernemers dingen willen doen, dat we een heel duidelijke keuze moeten maken na de verkiezingen. En wij maken die duidelijke keuze. Dat is het over het sociaal-economische hebben, over de toekomst van mensen en bedrijven. Ik heb mijn parlementaire carrière gestart met 541 dagen gezaag en geleuter over structuren. Dat was heel plezant in het parlement, dat was heel veel vrijheid, dat was rock'n'roll. Ik wil dat niet nog eens meemaken, want onze burgers en bedrijven hebben die tijd niet. Dus wij zeggen heel duidelijk, na 25 mei, in tegenstelling tot andere partijen, willen wij het over de economie en de mensen hebben. Dat is ons programma. Alvast bedankt om naar te luisteren. Ik was hier heel graag, ik hoef daar geen prijs voor. Ook al is het voor mij wat verder dan voor de collega's. En ik kijk uit naar het gesprek. Dank u wel. Puntje gemaakt, Christophe. Ik zal mijn trofee mee naar huis nemen. Mag ik vragen dat de politie hier aan tafel komen zitten, zodat wij het debat kunnen aangaan? Want ik was even in het debat aan het denken van, we zijn het allemaal roer en eens, we gaan allemaal samenwerken. Dus we kunnen even goed het debat afsluiten en een koffie drinken. Maar gelukkig bleek dat op het einde dan toch niet zo evident te zijn. Dus er zijn toch wel wat thema's om over van gedachten te wisselen en al dan niet van mening te verschillen. We hebben 1 uur de tijd. En ik wil in dat uur geen tijd verliezen. Jullie zijn ondernemers, de politici hebben het ook zeer druk. We hebben allemaal belang bij om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Daarom... Chris moet om 9:45 vertrekken. Oké. Dus iedereen heeft druk. Nog meer redenen om efficiënt te zijn. De bedoeling is dat we het hebben over dingen die jullie interessant vinden. Over dingen waar dat jullie over willen debatteren met de politiek. Jullie hebben nu de kans om zelf jullie vragen te stellen. Het is het moment om dat ook te doen. En ik wil daar graag ruimte en tijd voor maken. Nu, uit ervaring met debatten weet ik dat de eerste vraag de moeilijkste is. Daarom hebben wij ook aan een aantal mensen gevraagd, bezorg ons vooraf wat vragen. Ik ga er 1 uitlichten die, denk ik, voor elke ondernemer wel speelt, die hier in de Kempen actief is. We hebben er al een aantal mensen iets horen over zeggen. Maar... is het nodig als regio die een beetje geprangd zit tussen Limburg, waar subsidies zijn al van de tijd van de sluiting van de steenkoolmijnen, waar een relanceplan is enzovoort, en het grote Antwerpen, is dat nood om voor de Kempen specifieke dingen te doen? Martien had het heel concrete voorstel van laat ons met regio nieuwe, als ik het woord juist onthouden heb, gebieden werken. Ik wou wel eens om te beginnen horen van de andere partijen wat zij van zo'n plan vinden. Is dat een goed idee, zo'n regelluwe zones? Christophe? Ik denk dat Vlaanderen en de Kempen 1 regelluwe zone zou moeten zijn. 1 zone waar een vereenvoudiging werkelijk speerpunt is van beleid.
Dus in die zin ben ik eigenlijk niet te vinden voor het voorstel van Martin. Al helemaal niet trouwens om van de nucleaire zitten een reguliere zone te maken, want ik denk, wat ook je ideologische overtuiging is, als er nu één zitting is waar je bijzonder, bijzonder voorzichtig moet zijn en waarin duidelijk afspraken belangrijk is, dan gaat het over de nucleaire zitting. Dus ik ben zelf voorzitter geweest van ons impulscongres, ons sociaal-economisch congres, wat een fantastisch programma onder andere voor ondernemers heeft opgeleverd. En vereenvoudiging was daar een van de speerpunten, dus ik vind dat we daar echt werk van moeten maken. Kijk naar het rapport van het planbureau van vorige maand, waarin dat becijferd wordt dat eigenlijk de administratieve last voor ondernemers de afgelopen jaren nog is toegenomen. En dat die ondertussen onze Vlaamse samenleving 6,36 miljard euro kost, die administratieve last. Dus ja, je moet werk maken van vereenvoudiging. Ik heb verwezen naar onze vennootschapsbelasting, maar je kan even goed naar vergunningen of een aantal ingrepen doen. Maar om dat te beperken tot een aantal zones en daar, om die uit te roepen tot regels, ik vind dat niet de beste manier van werken. Elke onderneming verdient dat bovendien. Over het voorstel van de VLD rond de reguliere zones zijn een aantal juridische opmerkingen ook al geformuleerd. Dus dat lijkt me niet meteen een zekere basis om van start te gaan. Dat is een heel duidelijk antwoord, Jan. Ik ben geen beroepspolitieker, of nog geen beroepspolitieker. Dus schepen. Ja, maar dat is. Daarnaast merk ik nog. Ja. Dus heel kort, ik denk het idee van reguliere zones, het idee aan zich is niet slecht, maar de praktische uitvoerbaarheid alleen voor de camper is juridisch niet mogelijk. Dat is praktisch toch al naar verwezen heeft. Ik denk dat het beter is dat we in Vlaanderen werken aan administratieve vereenvoudiging. Verhaal wat ik gezegd heb over die planningsprocedures en die vergunningen voor heel het gebied. Ik zou er eigenlijk wel aan toevoegen, we hebben hier in de Kempen, velen van jullie hebben daaraan meegewerkt, een heel groot overlegplatform gehad, dat is ook een beetje naar verwezen naar het RESOC, het Streekpact Kempen 2013-2018. Een boek van 150 pagina's met SWOT-analyses, voorstellen, uitvoeringsmaatregelen. Laat ons daar nu aan de uitvoering beginnen. Laat ons die uitvoering versnellen. Dus ik zou veel liever hebben dat Brussel, de hogere overheid en ook de provincie Antwerpen, ons daar in een hogere versnelling laat schakelen en dat sneller uitvoert. Er staan heel, heel veel mogelijkheden in, voorstellen in, laat ons die uitvoeren zonder opnieuw een nieuw plan te maken. Ja, we hebben al verschillende plannen. Oké, ga even helemaal links, Chris. Reguliere zones. Een reguliere zone, dat zou dus inderdaad willen zeggen dat je in bepaalde gebieden, denk ik, Martin, dat je daar op een vlottere manier aan vergunningen kunt komen. Geen vergunning aanvragen. Want nu, alleen een melding. Ik denk dat je een aantal zaken veel efficiënter moet maken. Regelgeving, zoals nu de omgevingsvergunning, dat je dat nog intenser moet inzetten. Maar bepaalde zones gaat afbaken waar je zegt, ja, daar alleen een melding. Ik sta daar inderdaad ook niet direct om te springen. Waar ik wel van overtuigd ben, dat is dat je voldoende ruimte moet creëren om te ondernemen. Ik heb uit eigen ervaring ondervonden hoe moeilijk het is. Want Christophe haalt hier aan, met de nucleaire zone moet je oppassen. Want nu, dat is 9 vierkante kilometer en dan kan je stedenbouwkundig onmiddellijk kerncentrales bouwen. Stedenbouwkundig. Maar probeer daar een keer een schrijnwerker te krijgen. Probeer daar een keer een ander bedrijf te krijgen. Dat is hemeltergend. Dus die omswitch, en we zijn daar in mijn gemeente, in Dessel, op 15 jaar tijd in gelukt om stap voor stap 10 hectare, nog eens 15 hectare, nog eens 10 hectare een andere bestemming te geven. Waarmee dat ik niet zeg dat ik tegen die nucleaire uitbating ben, maar wel zag op dat gewestplan dat daar ruimte was. Gelegen langs dat N118, langs ontsluiting, maar daar ook bots je dan weer op tegenstand die zeggen, oei, hoe doe je de verkeersafwikkeling in Reting? Hoe doe je de verkeersafwikkeling in Geel? Dus daar moeten duidelijke afstemmingen zijn. Dus blijvend daarop inzetten, in dialoog ook met buurgemeenten vanuit Vlaanderen, want het is een verhaal van lokale besturen, de provincie komt er ook nog eens om de hoek kijken, en Vlaanderen. Dus een reguliere zone, ik zou zeggen, zorg dat de regelgeving van die aard is, dat in heel Vlaanderen het ondernemerschap en alle zaken die te maken hebben met de ruimtelijke ordening daar rond, dat dat op een vlottere en efficiënte manier kan geschieden. Dank u, Chris Servet. Heb jij daar nog een kanttekening of een fundamentele opmerking? Meneer, als men reguliere zones vraagt, toont het aan dat eigenlijk de algemene regelgeving op dit ogenblik niet goed marcheert. We hebben straks de unieke vergunning die in Wallonië al lang bestaat. Hè? Die Wallonië al veel langer bestaat. En door de zesde staatshervorming zal de socio-economische machtiging ook naar Vlaanderen gaan. Ik hoop dat de toekomstige Vlaamse regering en het Vlaamse parlement zorgt voor één unieke vergunning voor
een onderneming. Dan wat ruimtes betreft. We hebben nog een ontwikkelingsmachtiging met de Vlaamse regering, onder meer voor Texel, waar Chris naar verwezen heeft, onder meer voor Geel, onder meer voor Kasterlee, want daar gaat het ook over plaats. En een mooi voorbeeld is dat men in Turnhout, waar Philips haar activiteiten afbouwt, ruimtes voor andere economische activiteiten tracht te voorzien. Ik denk dat we dat ook moeten proberen te doen. Balen, de Umicore of de Meerstartterreinen, waar vroeger 2000 man werkt, nu 400 man werkt, daar is ruimte. Glavervloed, de AGC, en zo meer, dat we eigenlijk ook bestaande sites die op dit ogenblik, industriële sites die op dit ogenblik niet 100% worden gebruikt, dat we die efficiënter gebruiken, zodanig dat de belangrijke open ruimtes die we hier in deze streek hebben, dat we die ook nog houden. Oké, Martin? Ja? Ik ga heel kort proberen te reageren, want ik denk dat collega's niet echt begrepen hebben waarover die regelgevende zones gaan. Jij kwam in de richting, Chris. Zeg dat je het niet goed hebt. Natuurlijk, ja, maar ik had ook weinig tijd, Christophe, en het is vroeg in de morgen. Wat wij natuurlijk willen, is dat er, en ik denk dat dat heel duidelijk is, dat er een algemene administratieve vereenvoudiging komt en dat iemand, een particulier die een woning wil gaan zetten, dat die geen jaren bezig moet zijn om een vergunning te krijgen. Dus algemene vermindering van lasten is, denk ik, voor iedereen aan tafel superbelangrijk. Wat specifiek die reguliere zones betreft, is dat je een kader maakt in bepaalde industrieterreinen. En wat Chris zei, was eigenlijk exact waar het over gaat. Je hebt plaats, bijvoorbeeld in de nucleaire zitten, je hebt daar plaats, maar ga daar als schrijnwerker en je wil als jonge schrijnwerker iets doen, begin daar maar eens om je vergunningen aan te vragen. Dus je creëert een kader, die en die en die bedrijven, die willen we daar onder die voorwaarden. En als je daaraan voldoet, dan hoef je dat gewoon te melden en een dag nadien ben je bezig. En ik denk dat dat voor investeringen, multinationale investeringen hier in de Kempen te krijgen, dat dat superbelangrijk zijn. Want op die hoofdkwartieren zit men er niet op te wachten dat men jaren moet wachten op een vergunning. Men wil daar beginnen. En men snapt dan niet dat het allemaal zo lang duurt. Ja. Mag ik er een vraag over stellen? Elke verkiezing horen wij als ondernemer. Ja. Ik ga de micro wachten tot bij u laten komen. Dat de collega's het ook horen. Anders moet ik alles herhalen, ik ben van nature nog wel luid. Tegen iedere verkiezing horen wij als ondernemer hetzelfde, vereenvoudiging. We hebben zelfs, denk ik, een minister gehad van vereenvoudiging. Of toch iemand die aangesteld was voor de administratie te vereenvoudigen. Nu, wij hebben allemaal een administratie op ons bureau. Gelukkig zijn wij iets grotere ondernemers. Maar ik stel mij de vraag, een beginnend ondernemer, als ik zie wat administratie dat die mensen moeten doorlopen, wat administratie dat wij zelf krijgen, te zwijgen over rechtstreeks en onrechtstreekse belastingen en controles en controlevoorbereidingen, wat je allemaal hebt, dat is hemeltergend. En elke keer zie ik terug dezelfde partij dezelfde dingen beloven, maar ik zie niks gebeuren. Ik zie het alleen maar moeilijker worden. Dat is een vaststelling. En wat is nu de vraag? Hoe gaat u dat nu wel doen? Wel, hoe dat de mensen erop reageren, want iedereen belooft nu weer dingen. Ik zie daar meer puntenplannen. Ik zie er zelfs iemand een heel mooie voorstelling geven. Maar wij zien niks gebeuren. Het wordt als ondernemer, denk ik, moeilijker. Dus wie kan daar iets aan doen? Wie gaat daar effectief aan iets aan doen? Zeer fundamentele opmerking. Ik laat iedereen om de beurt eens reageren. Ik zal links bij Chris beginnen. Onderken uw analyse, maar ik ben het niet volledig eens dat er niets gebeurt. Dus de omgevingsvergunning is nieuw. Je moet haar duidelijkheid nu gaan bewijzen. Maar het is inderdaad zo dat dat geen wandeling door het park was om al die verschillende regelgevingen, om al die verschillende instanties het samenvoegen van bouw- en milieuvergunning, wat heel logisch klinkt, om dat in de feite ook uit te voeren. Maar die is er nu. En ik hoop wat dat betreft dat daar het verschil kan gemaakt worden, maar ik deel ook uw mening dat op andere domeinen daar blijft op moet ingezet worden. Okay. Maar het is niet dat er niks gebeurt. Dus. Ja. Nee, dat is juist, maar u moet bijvoorbeeld eens als ondernemer bellen naar een administratie om te vragen welke btw-toepassing moet ik doen op die actie die ik wil ondernemen. Weet u dat u daar geen antwoord krijgt bij de administratie? Dat er niemand is om u informatie te geven? En als dat gebeurt, is dat off the record. Soms weten ze het zelf niet. Oké, ik ga even verder de tafel aflopen om toch te laten reageren op die fundamentele vraag. Wat die beloftes betreft, ik denk dat, concreet dan voor onze partij,
Een partij die 13,5% van de stemmen heeft gehaald. Dus je kan geen 100% resultaat bereiken. We moeten daar ook realistisch zijn. Je moet compromissen zoeken. En als ik hier nu hoor dat wat ons voorstel betreft, u zegt ja, belofte van reguliere zones, als ik hier rond de tafel hoor dat daar niemand voor gevonden is, wel, wij zullen daarvoor vechten. En zoveel te meer mensen dat daar samen met ons gaan voor vechten, zoveel te meer resultaat dat we kunnen boeken. Dat is nu eenmaal de wetmatigheid van de politiek. Het is niet als in een onderneming, en ik onderneem zelf ook, waar dat je vandaag beslist en dat je eigenlijk zelf de beslissing kunt nemen. In de politiek moet je nu eenmaal compromissen afsluiten. En ik denk dat er ook een onderscheid moet gemaakt worden. Heel veel van de zaken waar dat ook ondernemers mee te maken hebben, het is, want dat is iets dat altijd dat ik heel veel hoor, ja, het is die roepo. Heel veel van die zaken, zoals die vergunningen, dat is een Vlaamse bevoegdheid, daar zijn wij al jaren voor bevoegd. Het is ook niet die roepo die voor de, of de federale regering die ervoor zorgt dat we nog in de file staan naar Antwerpen. Hè. Dus ons land is een ingewikkeld land en we moeten compromissen sluiten. Ja. En wat wij betreft, met 13% kunnen we geen 100% van het resultaat bereiken. Ik denk dat er wel dingen zijn gebeurd. Als Christophe het daarnet had van we hebben 541 dagen kunnen rock'n'rollen, dat doe ik niet graag, want het was wel nodig. En de gevolgen daarvan zie je al. Dat we eigenlijk de pensioendiensten aan het centraliseren zijn naar één pensioendienst. Dat we de kinderbijslagstelsels hebben hervormd tot één stelsel. En ik denk dat op federaal vlak, en ik ken het federale vlak nog iets beter dan het Vlaamse vlak, dat integratieproces tussen diverse administraties verder moet gaan, zodanig dat jullie beter weten bij wie je terecht moet. Dan komt natuurlijk de vraag, kan de persoon bij wie het terecht kan, heeft zij of hij de kennis? En ik denk, we moeten streng voor hen zijn. En dat hebben, daar hebben we ook vooruitgang in geboekt. Hè. De vaste benoeming blijft uiteraard overeind, dat principe blijft overeind. Daar ben ik ook voorstander en daar blijf ik ook voorstander van. Maar het is niet absoluut meer. Een ambtenaar krijgt een evaluatie. En als die negatief is, zal hij een half jaar later opnieuw geëvalueerd worden. En als dat opnieuw negatief is, is hij zijn job kwijt. We verwachten ook van die mensen inzet en kwaliteit, maar dat veronderstelt ook van ons dat we ze een stukje opleiden. 3. Informatisering is een belangrijke sleutel. En jullie weten als je dat moet implementeren dat dat soms ook wel wat tijd vergt en dat het ook soms wel wat kinderziekten heeft. De TaxonWeb is daar een mooi voorbeeld van. Maar er is daar een pak vooruitgang. Ik denk dat jullie als ondernemers de efficiëntie van de kruispuntbank toch ook wel onderkennen. En hoe dan ook moet de uitdaging zijn, het only once principe. Dus wij beschikken over een pak informatie van gezinnen, van jullie als ondernemers, die we bij jullie dan ook eens komen opvragen. En daar zijn nu informatica-processen bezig om daar een hand toe te roepen. En uiteindelijk zelfs hebben we er ook al regelgevend voor opgetreden, om eigenlijk te kunnen stellen dat u zegt, ik hoef hem maar te geven, je hebt het. Oké. Dankjewel, Sarah. Jan? Kort twee vaststellingen. Ik denk dat de vaststelling die je maakt deels terecht is. Of helemaal terecht is. En dat we terug moeten gaan in een fiscale hervorming en ook een sociale hervorming. Want Servij verwijst naar de kruispuntbank ondernemingen, maar ik zou dan ook willen verwijzen naar de kruispuntbank sociale zekerheid, waar die nog een beetje verder staat dan de kruispuntbank ondernemingen. Daar moeten we naartoe. Maar dat betekent ook dat we terug in zowel aangifte sociale bijdragen als fiscaliteit terug moeten gaan naar basisbeginselen. En moeten gaan schrappen in de duizenden uitzonderingen die we hebben. Want het is niet normaal dat jullie allemaal een beroep moeten doen op een geprofessionaliseerd sociaal secretariaat om jullie aangifte te doen aan de sociale zekerheid. Kijk, er zijn er weinig die dan nog... Ja, maar ik ken de Unie van Sociale Secretariaten heel goed, maar dat is eigenlijk niet normaal. Hetzelfde is niet normaal dat je iemand moet inhuren om je fiscale aangifte te doen. Dat betekent dat het te ingewikkeld is. En de Unie van Sociaal Secretariaten weten dat en die kennen nu alternatieven om daar zaken te doen. Maar dat is niet normaal, dus je moet daarop werken. Je moet ook die begrippen, het loonbegrip, fiscaal en sociaal, laten we dat alstublieft nu gelijk schakelen. Dat is nu één kluwen met allerlei uitzonderingen. Dus daar moeten we aan werken en... Doet er een aantal uitzonderingen weg. Want dat betekent dat wel. Hè. Een aantal uitzonderingen moeten dan weg of niet meer toegelaten worden. 2, de omgevingsvergunning waar de collega's naar verwezen hebben, dat is juist. Maar ik heb het daar straks al gezegd, laat ons die alsjeblieft nu operationeel maken. En liefst niet nu, en ik geef nu kritiek op mijn eigen partij die ook in de Vlaamse regering zit, liefst niet nu zoals we de voogdij in zaken de vergunningen gegeven hebben aan de gemeenten. Gemeenten hebben nu voogdij,
mogen veel meer beslissen, maar we moeten nu voor alles zeker wachten tot de beroepstermijn bij de provincie, of bij de Vlaamse overheid, voor ons in Antwerpen, over is, om te zeker te weten dat ze daar geen reactie gaan doen vanuit de stedenbouw en de ambtenaar. We gaan nu trager in plaats van sneller. Hè? Vroeger wisten we dat we naar Antwerpen moesten. Nu moeten we lang afwachten of de beroepstermijn niet de laatste dag gaat ingesteld worden. Dus daar moeten we dat pragmatisch uitvoeren, denk ik. Ja. Christophe? Een pleidooi voor pragmatische vereenvoudiging. Waar ik mij in kan vinden, ik heb daar net een aantal voorbeelden proberen te geven. Eerder heb ik ook het voorstel gelanceerd om fiscale controle van bedrijven, om daar eigenlijk een beetje te gaan naar een omgekeerde controle. Ter beschikking stellen van de gegevens, verstrijken van termijn betekent dat je cijfers worden gevalideerd en dat je op die manier probeert ook een sfeer van vertrouwen tussen de fiscus en de ondernemingen probeert te herstellen. Tegelijkertijd nog één ding, misschien een beetje een open deur trappen. Ik heb een heel duidelijk pleidooi gehouden voor vereenvoudiging, maar tegelijkertijd dat ons samen ook niet de complexiteit van onze samenleving gaan ontkennen. Hè. En dat, vandaar dat ik zo de reguliere zones een klein beetje, sorry Martin, zelfs als je het nog eens uitlegt, een gratuit voorstel vind. Hè, omdat ondernemen, ruimtelijke inplanning en dergelijke meer, is gewoon ook een complex gegeven. Het betekent het afwegen van belangen. Dat is de boeiende opdracht die wij hebben als politie, om die verschillende belangen, die verschillende insteken, met elkaar te verzoenen. Dus doe daar ook niet flauw over. Er is altijd een zekere mate van complexiteit, regelgeving en vergunning nodig zijn. En om zeker meneer niet nog meer teleur te stellen in functie van de volgende verkiezingen, moet je daar denk ik al transparant in zijn vandaag. Oké, dankjewel. Chris Wallach. Ik wou nog heel kort reageren op het gegeven als je in een industriezone of in een KMO-zone zit. En daar zijn stedenbouwkundige voorschriften die op basis van het PRUP of het RUP of het GRUP al naar gelang. Dan kan je nu met ontvoogde gemeenten. Hè, ik ben burgemeester van een kleine gemeente. Ik ben er ontzettend fier op dat wij ontvoogd zijn. En wanneer men aanvragen doet die conform de stedenbouwkundige voorschriften zijn, dan gaat dit wel degelijk sneller. Dossiers blijven daar niet liggen. En de termijn inderdaad, die de stedenbouwkundige ambtenaar nog heeft om in beroep te gaan, is beperkt. En als je niet tijdig reageert, kan je de vergunning leveren. Dus ik wil er zelfs de chrono naast leggen dat het nu veel sneller en efficiënter kan. En met de omgevingsvergunning gaat dat nog eens een versnelling extra krijgen. Is meneer tevreden met de reactie? Ik ben altijd tevreden. Dat kan de hele vorige vraag ook mogen zijn. We sloven ons hier uit. Ja, dat was dat is juist wat u zei. Het is een complex gegeven. Misschien zijn jullie met allerlei dingen bezig die eigenlijk ons als ondernemer niet mogen interesseren. Want jullie moeten een heel groot bedrijf leidt, dat is de NV België, maar de dingen die ons wel interesseren, die komen te weinig aan bod, of die zien wij te weinig evolueren, zodanig dat wij gefrustreerd worden. En wij zijn een motor van de maatschappij, dat heeft iemand gezegd, ja, en als ik dan zie, maar dan kom ik op een ander onderwerp, dat jullie ook pleiten op bepaalde partijen hier aan tafel, die zich dan een beetje de vreemde eend in de bijt voelen, hè, over vermogensbelasting en over... Dan zijn wij gefrustreerd als ondernemer, want als ik morgen het slecht doe en ik kom tot een faillissement, wie gaat mij nog helpen? Weet u op wat ik terugval? Weet u wat wij gedaan hebben om vermogen op te bouwen, dat al 3 keer belast geweest is? Beseffen jullie dat? Beseffen jullie ook dat wij meer werknemers aantrekken, wat dat kost voor ons? En dan hoor ik dat graag zeggen, hervorming enzovoort en vereenvoudiging. Ja, absoluut, vereenvoudiging, dat wil zeggen de lasten nog verder verschuiven aan de mensen die al het meeste torsen. Dat van die vermogensbelasting, dat klonk niet zo tevreden. Misschien gaan we daar toch even horen wat de mensen daarvan vinden. Ja. Het is goed dat er ook wat, dat is de rijkdom van de democratie, dat er meningsverschillen zijn. Hoewel ik denk dat, en misschien sta ik er niet om jullie vandaag allemaal te overtuigen, denk ik wel dat de fiscale verschuiving zoals wij die vandaag voorstellen, ook voor ondernemers een waardevol, interessant perspectief is. Ik begrijp uw terughoudendheid, omdat in het verleden fiscale verschuiving, vaak een fiscale verhoging is geweest. Ik ben geen marxist, dus mijn ambitie is niet om de hoogste belastingen van de wereld te hebben. En ik vind dat je elke inkomst die je binnenhaalt, dat je daar iets moet naar kijken, is die nodig en is die rechtvaardig. Dus ons pleidooi is er heel duidelijk in voor een fiscale verschuiving, waar ik daarnet ook gezegd heb, substantiële lasten op arbeid te verlagen. Als je naar ons zuurstofplan kijkt, dan zie je daar 5,1 miljard lagere lasten op arbeid. Maar tegelijkertijd een verschuiving richting de grootste vermogens.
persoonlijke vermogens, het gaat niet over de vermogens van genootschappen, waar wij een oefening hebben gemaakt, al de vlaktaksen die er vandaag bestaan, want er zijn al veel kapitaalbelastingen, roerende, onroerende voorheffings, schenkingsrechten, erfingsrechten en dergelijke meer, asociale vlaktaksen, asociale kapitaalbelastingen, ruil dat in voor een progressieve vermogensrendementsheffing, waar dat je van personen de eerste miljoen vrijstelt. En op die manier eigenlijk de grootste groep van vermogens, om één cijfer, want ik wist het zelf niet op 2 weken geleden, de 10% meest vermogenden hebben in dit land een vermogen van 850 miljard euro. Dat is 44% van alle vermogens. Ik vind het rechtvaardig om die vermogens en het rendement op dat vermogen aan te spreken, om op die manier belast op arbeid te verlagen, sociale investeringen te doen, te investeren in infrastructuur, om op die manier geen hogere belastingsvloed te creëren, maar wel vind ik een belastingssysteem dat rechtvaardiger is, dat eerlijker is en dat transparanter is. We kunnen daarover van mening verschillen, maar voor mij is arbeid iets waardevol, iets belangrijk, en is het niet logisch dat andere dingen die ik minder hoog inschat, die minder fundamenteel zijn voor onze samenleving, voor onze economie, namelijk het rendement op vermogen, dat is voor mij een scheeftrekking die je de komende jaren moet wegwerken. Dat is een heel duidelijke stelling, Jan. Ja, rond die vermogensbelasting, want dat is toch een item die ook in de media speelt. En ik stel vast, ik beroep mijzelf op de Vox Populi, maar ik stel vast dat er een heel groot maatschappelijk draagvlak is vandaag in de kranten voor een fiscale verschuiving. Okay. Dat meer dan 60% van de mensen zegt die grootste vermogens, die mogen hun deel bijdragen. Ik wil heel kort liefst van de andere panelleden nog eens horen wat zij van die vermogensbelasting vinden en dan kom ik bij. Ja, stemmen de mensen. Iedereen is voor een fiscale hervorming. Iedereen voorziet lastenverlagingen op arbeid, wat we moeten doen, denk ik, sociaal-economisch gezien. Maar om de 5 miljard efficiëntiewinsten te gaan boeken, zoals sommigen zeggen, ik ben zelf federaal ambtenaar, ze mogen mij eens komen uitleggen hoe ze dat gaan doen. Met de taken, tenzij dat men een kerntakendebat doet, maar dan moeten we er ook bij zeggen wat de overheid niet meer moet doen. Dan kun je daarover discussiëren. Wij zijn ook voor, ik kan dat ook klaar en duidelijk zeggen, voor een verschuiving van lasten. Een vermogenswinstbelasting, dat is wat Christophe min of meer wou toevoegen, denk ik. Dus dat betekent dat kapitaal dat je haalt uit arbeid wordt belast. Kapitaal dat je haalt uit kapitaal voor rente, moet je ook een belasting hebben. Daar zitten wij, economisch gezien, zitten wij, als je dat vergelijkt in de westerse wereld, niet hoog. We hebben effectief vermogensbelastingen, registratierechten, dat hebben we. Maar de belasting van winst uit kapitaal dat je kan wegzetten, daar kunnen wij verschuiving doen. En die verschuiving, denken wij, hebben we nodig om andere lastenverlagingen te compenseren. Want anders, we gaan het niet alleen doen met efficiëntiemaatregelen. Dan maak je mij niet wijs. Oké, Servais. We hebben op 2,5 jaar tijd 23 miljard moeten zoeken. En links en rechts zijn er ook maatregelen geweest die jullie niet hebben fijn gevonden. Net zozeer als er werklozen, zieken en bijna gepensioneerden ook maatregelen hebben ondergaan die ze ook niet fijn hebben gevonden. Maar ik geloof dus niet in het voorstel van Groen wat betreft die vermogensbelasting. Ik vind dat we ons moeten goeden voor afgunstpolitiek. Ik hoop dat heel veel Vlamingen het heel, heel goed hebben. En wij moeten hen daarbij helpen op dat zou kunnen. We hebben stappen gezet wat betreft roerende voorheffing. We hebben stappen gezet wat betreft de liquidatiebonus. Waar u voor u niet heeft geapplaudisseerd, maar waarvoor we ook overgangsmaatregelen hebben voorzien, zodanig dat jullie een stukje kon op organiseren. Ik denk dat we daar langzamerhand aan de limieten zijn gekomen, 25%, eigenlijk bijna veralgemeend. Ik denk dat we daar langzamerhand op de limieten zijn gekomen. De verschuiving van fiscaliteit, ja. Ik geloof in sommige plannen van sommige collega-partijen niet wat betreft hun cijfers. Ze zijn echt niet realistisch. Wij moeten op consumptie, wij moeten op vervuilende activiteiten iets meer taksen heffen om ze zo te verschuiven naar lastenverlagingen. Dat is haalbaar, maar de bomen zullen niet tot in de hemel groeien. Dat zullen geen tientallen miljarden zijn, maar jaag mensen die willen investeren niet weg met een vermogensbelasting. Oké, de liquidatieboni is ingevoerd met terugwerkende kracht. Ik heb geprocedeerd tegen de Staten, dus we hebben ons niet kunnen voorzien. Ik ga heel kort nog de twee collega's... Rond de liquidatieboni zijn wij voor het voorstel om het doorgaansregime permanent te maken. Want ik ben het manifest oneens, ik zal het rondmailen via de organisatie, ons voorstel om de vermogensrendementsheffing
Er wordt hier een karikatuur van gemaakt. Wij schrappen een heleboel kapitaalbelastingen, maar we verschuiven inderdaad naar 10% grootste vermogen. Dat is een maatschappelijke keuze die wij maken. We maken alsjeblieft geen karikatuur. Ja, vermogensbelasting, heel duidelijk, nee. Dus al gezegd, er zijn al heel veel belastingen op vermogen. En ik denk ook dat in onze geglobaliseerde wereld dat ook een totaal een slag in het water zou zijn. Je ziet dat in Frankrijk de grote vermogens hebben er geen enkel belang bij om dan om daar te blijven. Dus ik denk dat geen goed idee is. In 2008 brandde het in ons land. We hebben 541 dagen over de vraag gedebatteerd of dat we hoe dat we de staat gingen hervormen, die is hervormd. Nu is het economie die belangrijk is en nu kunnen we iets doen. We hebben dus inderdaad moeten besparen, zoals Servais zegt, enorm veel moeten besparen. Mijn partij wordt hier aangevallen, Bart, op het feit dat men niet gelooft dat men met efficiëntiewinsten kan vooruitgang boeken. Ik ga één voorbeeld geven. Op Vlaams niveau hebben we 194 agentschappen. Ik denk dat het oprichten van een nieuw Vlaams energiebedrijf dat 300 miljoen euro heeft gekost, of het oprichten van een nieuw derde net van de VRT, dat absoluut niet veel heeft bijgedragen. En dat we dat dus wel kunnen besparen. En ik geloof dat als we daar allemaal voor gaan en als we daar voluntaristisch in zijn, zoals jullie ook elke dag moeten zijn in jullie bedrijf, dat kan. We hebben enorm veel winsten te boeken op dat vlak. Chris, heb jij daar nog... Ja, de vermogensbelasting zeggen wij één nee op, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat wij bedrijven, dat we afspraken maken, wij spreken over een fiscaal pact, waarbij inderdaad de vermogensbelasting ook vermindert. We hebben daar berekeningen rond gemaakt, sommigen trekken niet in twijfel, maar bon, dat is altijd zo. Hè. De ene zegt dat de cijfers kloppen en met de andere, zelfs als je cijfers van de Nationale Bank bovenhaalt, dan wordt het door sommigen in twijfel getrokken, maar bon. Dat is eigen aan dit land, denk ik. Maar dat er een fiscaal pact gesloten wordt, zodanig dat bedrijven ook goed weten waar ze de volgende termijn aan toe zijn. En het is inderdaad zo, er zal ook volgende termijn moeten gesaneerd worden. En dat zal in eerste instantie binnen die overheid zijn. De uitdagingen zijn enorm. En ik hoor dat niet alleen mensen van mijn partij zeggen. Als ik gisteren Jean-Luc Dehaene in een van zijn afscheidsinterviews duidelijk hoor zeggen dat het de volgende 5 jaar besparen zal zijn, dan denk ik dat hij gelijk heeft en dat we dat voor de toekomst en voor inderdaad ook die spankracht in onze samenleving te houden met werken, met ondernemen, dat we dat echt wel moeten doen. Goed, dank u. Meneer, u had nog een vraag? Ja, het is al grotendeels hier wel aan de rechterzijde voor ons beantwoord, maar ik denk niet dat het verstandig is om inderdaad zaken die op zichzelf begrepen moeten zijn, dat je daar verschuift naar een afdeling die er eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft. In het bedrijf denken wij in profitcenters en die moeten op zich eigenlijk zelf begrepen zijn. Hier, bij aan de linkerzijde, wel vaak van die voorstellen waar ze zeggen, oké, wij gaan dat niet oplossen, maar de anderen zullen dat oplossen. En dat is dan meestal richting werkgever, die dan de zwaarste lasten moeten blijven kosten nu. Die mensen hoeven niet Vlaams of Belgisch te blijven, die kunnen ook vertrekken, wat je ook massaal in de industrie ziet gebeuren. Hè. En dan werkt dat model natuurlijk niet meer, dat zij voorstellen. Ja. Dus ik denk dat ze daar wel eens goed moeten over nadenken, om altijd te zeggen van oké, wij gaan dat niet doen, of dit systeem, sociale zekerheid, lost dat niet op. We gaan dat eigenlijk opleggen aan iemand die er niks mee arbeid te maken heeft. Ik laat deze kant van de tafel daar toch even op reageren. Ja, dank u voor de vraag, omdat wij de gelegenheid geeft om, als dat misverstand nog zou bestaan, dat wij een hele operatie, budgetaire, sociale investeringen en lasten op arbeid, dat we dat helemaal willen oplossen aan inkomstenzijde. Als dat misverstand zou bestaan, dan kan ik dat dankzij uw vraag de wereld uitstellen, want dat is absoluut niet waar. Als wij een zuurstofplan hebben opgesteld 2 weken geleden, En je maakt een analyse van waar we de inspanning willen doen. Is dat een heel gespreide inspanning. Waar wij misschien wars van de clichés die bestaan over de groene en linkerzijde ook zeggen 8,3 miljard efficiëntiewinsten. Waaronder een flink stuk door de overconsumptie in de gezondheidszorg aan te pakken. Door de groeivoet in de gezondheidszorg aan te pakken. Door de bestuurlijke verrommeling aan te pakken. Door niet alle ambtenaren die op pensioen gaan te vervangen. Door de gewijzigde anciëniteit en leeftijdspyramide in het openbaar ambt. Dus wij doen een flink deel van de inspanning aan inkomstenzijde. Maar ik ben heel eerlijk met u. Hè. Ik wil daar vandaag zelfs een duur fles champagne op inzetten. Dat mensen die vandaag zeggen, bijvoorbeeld het 555-plan, 15 miljard euro efficiëntiewinsten. Ik zeg, dat is waanzin, dat is geen realiteit.
dat is geen realiteit. Dat klinkt heel goed op een ontbijtclub met ondernemers. Hè? Dat is minder modig dan een vermogensrendementsheffing. Hoewel dat heel afschaffing van heel veel belastingen met zich meebrengt, maar dat ga ik jullie premier laten bezorgen. Maar dat is geen realiteit. Dat is de eerste verkiezingsbelofte die zal gebroken worden na 25 mei. En dan ben ik oprecht. Dan zeg ik, onze oefening is evenwichtiger. Onze oefening met ook een stuk inkomsten, fiscale hervorming, is de beste garantie op een fiscale verlaging op vlak van arbeid. Want mensen die zeggen, alles aan inkomsten, ik geloof dat niet. En met mij, heel veel gerenommeerde economen, Schoors, Peersman en dergelijke meer, die zijn even pragmatisch en even oprecht als mij. Ook ja, maar even laten reageren. Jij hebt je ouders... een fles champagne gegeven, ja. Want we willen liggen natuurlijk. Ja. Bij de vakbond zegt ze daar, daar meteen ja. Ja, maar ja. Die heb je ook liggen. Ik wil de vakbondsvrak openen, zodat je het niet hebt. Dat wil ik wel doen. Jan, die zich oud heeft als ambtenaar, heb eens laten reageren, nee, kort als ik kan. Dus, ik denk dat we het er allemaal over zijn. Om even een cijfer te citeren. Het overheidsbeslag, waar het dan zo een stuk over gaat, was in 2008 onder de 50%. We zijn om allerlei redenen van... bankentoestanden, ik zal het zo maar even zeggen, gestegen tot bijna 55%. Ja. Wij zijn er ook voor om het overheidsbeslag terug onder de 50% te brengen. Dat staat klaar en duidelijk in ons programma. Maar ik weet ook hoe dat gaat. De serviceur stuk naar verwezen, dat gaat geleidelijk gaan. Je kunt proberen een shocktherapie te doen, maar dan moet je zeggen waar je het gaat doen. Dus niet zeggen dat je alleen shocktherapie gaat doen, zonder te zeggen waar je het gaat doen. Dus wij zijn voor een systeem dat dat geleidelijk gaat, zoals we dat nu gedaan hebben. En dat zal zijn, niet alleen in de inkomsten. Dus laat het daar niet wijs maken. Ook deze federale regering, en ook de Vlaamse, ik zal ze meenemen, heeft dat niet gedaan alleen aan inkomsten zijn. Er zijn ook besparingen gebeurd aan uitgavenzijde. In sociale zekerheid, in het ambtenaarapparaat, een stuk naar verwezen. Dat is gebeurd. En dat gaan we moeten blijven doen. Dat gaan we aan twee kanten doen. Maar om die verschuiving en de grote fiscale hervorming die minister Geens nu met zijn ambtenaar aan het voorbereiden is en daar een blauwdruk zal doen, ga je een verschuiving krijgen van lasten. Van lasten op arbeid naar milieu, maar ook naar vermogenswinsten. Okay. Volgens ons. Ik denk dat de kaarten min of meer duidelijk liggen als het over fiscaliteit gaat. Chris stuurt mij een speakbriefje dat hij om 11 uur echt in het parlement moet zijn voor een stemming. Daarom ga ik het even omdraaien. Zijn er nog specifieke vragen die mensen zouden willen stellen aan Chris voor hij moet vertrekken? Kan iemand de micro tot daar krijgen? Misschien niet specifiek aan Chris, maar misschien wel zijn tijd even in het oog houden. De internationale concurrentie, daar is vandaag nog niet heel veel over gepraat. Maakindustrie die ook uit de regio vertrekt in deze regio. En natuurlijk een aantal elementen gehoord, vergunningen, loonkosten enzovoort. Maar wat kan er concreet gedaan worden om de tewerkstelling hier in de regio aan te wakkeren ten opzichte van de buitenlandse concurrentie? Als je de studie van de Nationale Bank leest van de laatste jaren, is er tewerkstelling gecreëerd in de regio, maar is 95% van die tewerkstelling gewoon gesubsidieerde tewerkstelling en is er heel weinig met toegevoegde waarde. Maar wat is de aanpak naar de toekomst daarover? Wel, Christophe, ik denk dat het antwoord voor een stuk inderdaad wel in uw vraag zelf zit. Dat is die loonkost die echt wel naar beneden moet. De cijfers van Jan zijn inderdaad terecht. Als wij onze economie, we moeten die economie aanzwengelen. Want de voorbije periode, ik geloof dat we 70.000 ondernemingen hebben die de boeken neergelegd hebben, 12.000 faillissementen. 11.000 netto arbeidsplaatsen die weggevallen zijn de voorbije 5 jaar. Dus het is inderdaad in die loonkost. Wanneer sommigen zeggen, ja, zeg dan waar je gaat snijden. Ik denk dat wij ons veeplan, onze nek serieus uitsteken. Wij krijgen dan ook de titel van, ja, wij zijn asociaal, want we nemen dit af en we nemen dat af. Maar je kan moeilijk een omelet bakken zonder schalen te breken. En als één ieder ervan overtuigd is dat er een ommezwaai moet komen, dan moeten er ook inspanningen geleverd worden. En waar we ook van overtuigd zijn, de burger is bereid inspanningen te leveren. En jullie ondernemingen ook, dat weet ik. Als je maar vooruitzicht hebt in beterschap, dan kan men door een zure appel bijten. Maar die ommekeer,
En dan kom ik terug op dat punt. De loonlasten moeten naar omlaag. Het kan niet zijn dat dat het element is waarop men hier vertrekt. En een gezond ondernemersklimaat. Hè. En dat geldt niet alleen voor ondernemingen zelf. Alleen als je gisteren hoort dat de treinen ineens niet rijden omdat een paar treinbestuurders in Luik beslissen om de riem eraf te leggen. Ja, excuseer voor de beeldspraak, maar dan zakt mijn broek af. Hè. Hoe kan je op zo'n manier, op een vertrouwensvolle manier, de economie doen lopen en draaien? Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, van overheidsbedrijven en van privé. Is dat een antwoord naar uw zin? Het is maar volledig. Mag ik gaan stemmen? Ja, even toestemmen. Ja, ik vind dat heel erg zijn mensen, maar... Alle begrip. Ja. Martin? Nog één zin over de efficiëntiewinsten. Eén voorbeeld komt niet van ons, prof aan de Universiteit van Gent in de gezondheidseconomie, Lieven Annemans. Ik weet niet wat de familie is van, zegt dat in de gezondheidszorg vrij pijnloos 5 à 6 miljard te besparen is. Dus horizon 2020 geloof ik echt dat indien wij allemaal erachter gaan staan en die we allemaal willen, dat die 15 miljard dat die wel te realiseren is in efficiëntiewinsten van de overheid. En we zullen ook moeten. We hebben geen andere keuze dan dat te doen. Ja. Maar u citeert Lieve Annemans partieel. Lieve Annemans heeft gezegd, voor het huidig niveau van gezondheidszorg kunnen we een besparing realiseren. Ik heb er naar verwezen in ons voorstel, maar zegt tegelijkertijd, in een vergrijzende samenleving is er ook een opwaartse druk op de uitgaven van de gezondheidszorg. De reden waarom dus dat er ook een groei met gezondheidszorg voorzien is in het plan. Dus dan kan je geen 8 miljard besparen op de gezondheidszorg. Om op uw vraag terug te komen... Je kan toch niet zeggen dat daar niet op te besparen valt? Nee, ik heb daarin zelf gezegd dat het een substantieel deel is, maar je citeert Annemans partieel. En daarom, ik herhaal mijn standpunt, 15 miljard is een fabeltje. Hè? En alleen de VLD-mandatarissen zelf geloven dat nog. Maar de vraag van de internationale concurrentiekracht. Als ik daar twee dingen mag op zeggen, ik heb het licht aangeraakt, ik denk energiekost cruciaal. Als je ziet naar de productiekost van onze Belgische bedrijven, dan zie je dat meer dan in andere landen energiekost daar een substantieel deel van is. Dan moet je twee dingen doen. Eén, werken op de eigenlijke energiekost, maar ook op de energieefficiëntie van onze industrie en van onze ondernemingen. Ik heb in het parlement een voorstel gedaan, de wet van 96 van de competitiviteit, monitoring van de loonkosten, dat is het hele debat van we moeten op gelijk zijn met de buurlanden. Wij willen in die wet van 96 energiegebruik, energiekost en grondstofgebruik ook meenemen. Dat zijn ook factoren van competitiviteit. En dat zijn ook matchen die we niet alleen kunnen gelijk spelen. Sorry. Allee, als energieefficiëntie, zowel voor burgers als bedrijven, dat is win-win-win. Op middellange termijn. Dus dat is ook een belangrijke factor van competitiviteit. Niemand wordt er beter van dat de energiekost vandaag, meer dan in andere landen, een groter deel is van de productiekost in België. Niemand wordt er beter van dat onze ondernemingen en onze bedrijven minder energie-efficiënt zijn, hoewel er al heel wat inspanningen gebeuren, dan elders. Ik zeg, neem die elementen van competitiviteit ook mee. Dat zijn ook wedstrijden die we moeten winnen. Tweede element, als ik mag. Heel kort. En dan sluit ik af. Hey, ik word niet vaak hier uitgenodigd, dus ik maak er gebruik van om dan veel te zeggen. Maar graag kort. Die manier zal er mogen terugkomen. Misschien is dat een verborgen agenda. Inzetten op netwerken. Ons economisch weefsel zal zijn groot, klein, innovatie, productie, multinationaal en KMO. En die gedachte vind ik eigenlijk vandaag veel te weinig terug in het economisch en politiek debat. Ja, Servet, jij was dat al lang. Ik ben eigenlijk optimistisch. Waarom? Als je de doorsnede neemt van de programma's van alle politieke formaties. En weet dat je wat onze concurrentiepositie, en ik verwijs naar het verslag van de Nationale Bank, deze legislatuur in moeilijke omstandigheden van 4,8 naar 3,8 achterstand is. Dat is nog een wereld van verschil. En vooral, wij moeten ons eiken op Nederland, Duitsland en Frankrijk. Jullie als ondernemer moeten op een gelijke positie met hen kunnen staan. Dat moet de ambitie zijn van de volgende legislatuur. Je ziet dat in alle plannen.
En het een is inderdaad wat minder realistisch, lijkt me, dan het andere. Voor één keer ben ik het eens een keer eens met Groen. Hè. Ik denk dus dat het plan van de VLD wat besparingen op volksgezondheid betreft niet haalbaar is in het licht van de vergrijzing. Maar we hebben daar samen met hen wel zeer veel rond gedaan deze legislatuur. Hè. De groei op volksgezondheid is index plus 0,9. Hè. De legislatuur daarvoor zaten we op een index plus meer dan 3%. Dus daar is serieus wat gebeurd. Twee, iedereen is het bijna eens van we moeten dat budget naar een evenwicht brengen. En daar zal maar één middel toe zijn. Dat zal saneren zijn. En dat zal voornamelijk saneren zijn op primaire uitgaven. En hoe pijnlijk dat het ook is, als je het federale budget bekijkt, 31 miljard straks na de zesde staatshervorming, een 6 à 67 miljard sociale zekerheid, en wij moeten daar nog een 7 miljard gaan vinden om dat gat dicht te fietsen. Dan zal er en in de primaire uitgaven en in de sociale zekerheid moeten bespaard worden. En als je de doorsnede van iedereen neemt, is denk ik ook iedereen daartoe bereid. Dus we zijn bereid op de weg te gaan die jullie eigenlijk ook een stukje van ons verlangen. Ik denk, ik heb andere verkiezingen meegemaakt waar die lijnen, die ambitie van die politici er niet was. Maar het zal op tempo gebeuren. We hebben 4.400 ambtenaren minder op 3 jaar tijd. Dat is een grote onderneming. En die lijn zullen we doortrekken. Maar dat zullen er niet met de slag 10.000 zijn. We gaan ze niet allemaal buitensmijten, maar we gaan ze niet allemaal vervangen. En dat is dan wat geleidelijk. Dan gaat het iets minder traag. Als we pensioenmaatregelen nemen, dan gaan die niet onmiddellijk met de slag miljarden opleveren. Maar binnen 10 jaar zullen ze wel miljarden opleveren. En die stappen horen we nu te zetten. Jan, zijn we het zo roerend eens als er bij zegt? We zijn het eens met betrekking tot dat het op de geleidelijkheid moet staan. En ook met de vaststelling denk ik dat de zogenaamde loonkloof met de buurlanden, dat die moet gedicht worden. Het tempo waarop is, iedereen neemt aan dat die loonkloof moet gedicht worden. We kunnen ook discussiëren over hoe groot de loonkloof is. Er zijn verschillende studies die elkaar verschillende cijfers geven, dat die moet gedicht worden. Dan staat in alle programma's ook loonlastenverlaging. Let wel, wat mij betreft, we spreken niet over het netto loon noodzakelijk, we spreken niet voornamelijk over de bruto lonen en dan de sociale zekerheidsbijdrage en de fiscale bijdrage erover. De regering, de federale regering in dit geval dan, heeft daar wel aan gewerkt. Zoals Servijl gezegd heeft, we hebben de wet 96 toegepast, we hebben een loonnorm ingevoerd. Is dat voldoende? Nee. Bestaat er nog een verschil? Ja. Dus moeten we daarvoor verder wegwerken wat het verschil is. En daar geef ik Servijl gelijk, we gaan dat geleidelijk aan moeten doen. Je kunt geen gat van, je kunt discussiëren, 3%. In één keer toerijden met één shocktherapiemaatregel. En dan om even naar Martin, want ik voel me toch roepen, ik werk in de Fonds Sociale Zekerheid. Maar wat ik hierover vertel over de gezondheidszorg en al dan niet gedeeltelijke citaten van Lieve Allemans, om Christen parafraseren, daar zou ik echt mijn broek van houden. Ik zou ze aanhouden als ik van mijn was. Het is nog te vroeg in de morgen. Ik moet een klein beetje serieus blijven. Ik heb 3 voorbeelden gegeven, vooral denk ik in Vlaanderen, waar we echt serieus kunnen efficiëntiewinsten boeken. En ik blijf erbij, we moeten daar voluntaristisch in zijn, we moeten daar ook voor gaan. Want dat was een verhaal dat ik daar straks, omwille van de strenge boxplaatjes van Carlo, niet heb kunnen afmaken. En dat komt dan ook terug op wat Christophe, hij is weg, heeft gevraagd, hoe kunnen wij in de Kempen, wat kunnen wij doen voor de Kempen? Ik denk dat dat energieverhaal hier ook een heel belangrijk verhaal is, en Servijl heeft het ook al gezegd. Christophe heeft er ook over gesproken, en daar ben ik het dus fundamenteel met hem oneens. In de tijd dat Guy van Engel minister van Begroting was, Servijl, hebben wij inderdaad onze benen onder ons gat onderuit gelopen om die Mira, die reactor van de 4e generatie, hier in de streek te krijgen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat die reactor van die 4e generatie, wij zijn een topregio op nucleair gebied, we moeten dat ook blijven. En zonder die reactie, Christophe, sorry, maar zal dat niet zo zijn. Dat is de reactor die ervoor kan zorgen dat die afval, die nu voor honderdduizenden jaren zal moeten opgeslagen, waar we problemen hebben, in die studiereactor, in die onderzoeksreactor,
kan er winst geboekt worden dat die tijd voor dat afbreken van dat afval stijl naar beneden gaat. Ik denk dat we dat moeten doen. Ik denk dat we daar moeten blijven in investeren. Maar er zijn voor de Kempen ook nog andere verhalen. In de geothermie bijvoorbeeld. Wij zitten hier op grondlagen, zandlagen, waar dat er heel veel warm water in de grond zit. En als wij als overheid een kader kunnen creëren, niet als overheid zelf gaan subsidiëren en weer centen erin steken, maar een kader creëren waardoor dat iedereen die een investering doet, en Janssen Pharmaceutica is daarmee bezig, een investering doet in de geothermische pompen, ook kan aansluiten op omliggende woonwijken, wel dan denk ik dat wij hier een ongelooflijk concurrentievoordeel kunnen realiseren. We hebben de know-how in deze regio en we moeten dat ook ondersteunen. Ik laat Christophe heel kort reageren. Ja. Mira is geen oplossing voor het nucleair afval vandaag, want het kan geen oplossing zijn voor verglaasd afval. Dat is nu een dossier dat ik de afgelopen jaren met heel veel aandacht heb gevolgd in het parlement. Ik heb jaarlijks, ik had zo een herinnering in mijn Microsoft Outlook, ik stel aan de staatssecretaris voor Energie een vraag over Mira. Om te horen hoeveel geld hebben we nu wel binnengehaald voor dat project. Hoeveel euro's heeft het SCK al opgehaald voor Mira? Buitenlands geld. Iemand? Nul. 4 jaar zijn we dat project van de vierde generatie kernenergie aan het subsidiëren met de ambitie om in 2012 getekende akkoord te hebben met Duitsland, Oostenrijk, Europese Investeringsbank en dergelijke meer. Er ligt vandaag nog niks op tafel. Waarom niet? Omdat de wereld veranderd is. Omdat vandaag Duitsland die stappen uit de kernenergie. Wat gaat Duitsland investeren in een vierde generatie kernenergie in Moldessel? Die gaan dat niet doen. Merkel gaat daar haar handtekening in zetten. Merkel gaat geen euro geven aan Mira. Omdat de wereld veranderd is en nucleair is terrein aan het verliezen. Zelfs pre-Fukushima, beste mensen, werd er meer hernieuwbare capaciteit wereldwijd gerealiseerd dan nucleaire capaciteit. Dus wat is mijn pleidooi? De Kempen moet niet het nucleair kerkhof zijn, moet een nucleaire topspeler blijven, maar daar moet de focus veranderen. Van nucleaire promotie naar kernveiligheid, ontmanteling, afvalbeheer en dergelijke meer. Vandaag zijn al heel veel mensen op het studiecentrum met die dingen bezig. Dat is Europese top. Wij zouden met de Kempen, en dan zeg ik echt wij, want nucleair is een dossier dat me ongelooflijk bezighoudt, wij zouden fantastische dingen kunnen doen. Wij zouden de wereld kunnen klaarmaken voor een postnucleaire samenleving. En dat, voor zo'n beheersovereenkomst, want er is geen beheersovereenkomst met TCK, zij werken in het eilen, zij weten wat de overheid van hen verwacht. Voor zo'n beheersovereenkomst, ik zal een bekentenis doen, wil ik zelfs meer geld geven aan het TCK dan vandaag het geval is. Maar er moet een visie zijn en die visie moet corresponderen met de energierealiteit en die is weg van nucleair en geen vierde generatie kernenergie. En dat is spijtig dat er voor het SCK zo'n kenniscentrum eigenlijk 4 jaar tijd is verloren. Ja. Met al die Kempense politici in Brussel die daar zo mee bezig zijn geweest. Ik laat Servet nog heel even reageren als bodemdeskundige uit Mol. Ik heb vooral ene zin van Christophe gehoord. Ik wil meer geld geven voor het SCK. Jij gaat het ook horen als je mij aan tafel zou komen zitten. Ja, wij zouden graag meedoen. Dus. Maar in alle geval, Christophe, het kan niet dat daar studie wordt verricht op basis van een studiereactor van de jaren 50. Je kan geen top zijn en zoals je zelfs voorhoudt dat je dat ook wenst, dat blijft. Op basis van nucleaire archeologie. En dus moet je daar ook voor uitdenken en moet je daar ook investeren. Ja, in gevolge Fukushima heeft SCK veel contacten en weinig contracten binnengehaald. Ja, dat is moeilijk. Ja, we hebben de laatste 5 jaar, en ik ben daar fier op, hè? Als Herman Van Rompuy mij destijds zei, je bent de duurste fractieleider van de geschiedenis in België, wel, dan was ik daar fier op. Dat is dan 12,5 miljoen euro per jaar dat er extra ongeveer gemiddeld komt. Maar dat betekent ook werk. Werk van hoogopgeleide in deze streek. Wat de toekomst van het nucleaire is, dat zullen we zien. Want soms zijn het ook golfbewegingen. En ik vind hoe dan ook dat we op hernieuwbare moeten inzetten. Maar alleen al voor de medische toepassingen zijn wij spitsspelers. En hebben wij een nieuwe studiereactor nodig. En vind ik dus dat we daar vooruit moeten en ambitieus moeten zijn en blijven. Staan we toe om dit onderwerp af te sluiten, want het is vooral mijn bedoeling dat de aanwezigen in de zaal stralend naar huis gaan. Mij is gevraagd om 10 uur af te ronden. Iemand mag de allerlaatste vraag stellen. En niet allemaal tegelijk. Ik ben benieuwd of dat er
bestondige of traditionele manieren zijn om aan onder andere ondernemers wat meer rechtszekerheid te bieden. We hebben een fiscale rulingcommissie nu. Ja. Ja, dus niet mijn grootste... Dat hoor ik. Heb je daar al eens een aanvraag gedaan? Ja, maar nee, ik was net aan het zeggen, dat is niet mijn grootste, dus maar bestaat puur... Er bestaat nu een fiscale rulingcommissie die eigenlijk, om ons eerlijk te zijn, gecreëerd is voor buitenlandse investeerders, maar nu ook toegankelijk is voor binnenlandse ondernemers. Maar de reactie hier geeft aan, die is nog niet, werkt nog niet optimaal, ik zal het zomaar even zeggen. Wat een ander heikel punt is, we hebben nog geen sociale rulingcommissie. En nu praat ik hier voor mezelf, hoeft dat ook niet te komen. We moeten sociale regels, de sociale lasten dan duidelijk maken, zodat je voorhand weet wat je moet betalen, wat moet gedaan worden. Want als je een sociale rulingcommissie gaat creëren, zorg dat nu ook zien met een fiscale rulingcommissie, waar we heel aandachtig mee gaan zijn, je moet opletten dat je je eigen concurrentie niet organiseert binnen je eigen streek, tussen die ondernemers. Ik laat Christophe daar even nog iets over zeggen, als jij daar iets over kwijt wil. En dan ga ik naar twee, denk ik, juristen. Om daar nog iets over te zeggen. Ja, sorry, excuseer. Een pleidooi voor rechtszekerheid is legitiem, is belangrijk, is fundamenteel. Is evident geen pleidooi voor status quo. We hebben nu 5 jaar voor ons. Ik denk de beste manier om rechtszekerheid te realiseren de komende 5 jaar, is dat eerste jaar van de legislatuur op een aantal cruciale domeinen consequent knopen doorhakken en daar 5 jaar na handelen en graag zelfs iets langer. Ik denk dat dat een heel belangrijke insteek is. Gelukkig hebben we nu 5 jaar met de verschillende niveaus. Ik denk dat dat een perspectief is en dat we dat echt die kans moeten met beide handen grijpen om een aantal fundamentele hervormingen te doen en vanaf dan op die domeinen voor zekerheid te zorgen. Oké, Martin? Ja, ik denk dat dat inderdaad een jurist zijn, dat is tegenwoordig niet zo'n groot voordeel meer. Er wordt altijd gezegd van te veel juristen in de politiek en als je naar de realisaties van een economist op justitie ziet, is dat misschien ook wel terecht, geef ik in alle bescheidenheid toe. Rechtszekerheid, ja, inderdaad, ik denk dat dat een groot pijnpunt is. Dat we moeten ons ervoor hoeden als politici om met steekvlampolitiek, met plannen te komen, denk aan de 309%, en te zeggen we gaan ik weet niet wat doen. We hebben dat gelukkig kunnen terugdringen, maar ik denk dat in ieder politicus 's morgens of 's avonds voor het slapen gaan moet reflecteren en zeggen van kijk, met zo'n dingen kan je beter niet komen, want dat brengt het vertrouwen, het ondernemersvertrouwen, het vertrouwen van de mensen in gevaar. En als wij nu iets nodig hebben, dan is het dat die KMO's vooral ook, die motor van onze economie zijn, dat die rechtszekerheid hebben. Dus wat mij betreft, ik ga mij voornemen van een briefje op mijn nachtkastje te zetten en rechtszekerheid inderdaad prioriteit. Ja, we komen allemaal kijken. Mag ik maar misschien besluiten met een positieve noot? Want we hebben in de Kempen op dit ogenblik 4000 ondernemers meer dan voor de crisis van 2008. We hebben meer starters gemiddeld procentsgewijs op dit ogenblik hier in deze streek dan zelfs in Vlaanderen. En we hebben ook een pak opportuniteiten deze legislatuur. Want normaal, als federaal er geen accidenten gebeuren, dan hebben we nu 5 jaar geen verkiezingen. En dat geeft een enorme opportuniteit om eigenlijk de fiscale spelregels voor 5 jaar vast te leggen. En zeggen, kijk, zo zal het 5 jaar zijn en zo zal het 5 jaar blijven. Om de sociaal-rechtelijke verplichtingen voor 5 jaar vast te stellen. Zo zal het zijn en zo zal het 5 jaar blijven. Zodanig dat jullie weten, in dit kader kunnen wij 5 jaar functioneren. Dat is denk ik de belangrijkste rechtszekerheid. Naast dat op sommige dingen, zoals die fiscale ruling, die kinderschoenen achteruit gaan. En naast links en rechts ook opportuniteit. Ik heb 3 jaar bagger over mij heen gekregen, omdat ik in de rock'n'roll periode de middellijke schikking door het parlement heb gejast, waardoor je eigenlijk soms, als er problemen zijn geweest, als je overtredingen hebt gedaan, op een snelle en correcte manier, ook voor de overheid een correcte manier, je zaken kon afkopen nadat je alles ook had geregeld en betaald. Ik hoop dat me dat niet volledig op de helling zet, juist omdat ik denk dat het eigenlijk rechtszekerder kan zijn, zaken niet doet verjaren en iedereen betaalt zijn verplichtingen naar elkaar toe. We draaien het blad om en terug vooruit.
En diegenen die uiteraard wel moeten gestraft worden, of die men wel wenst te vervolgen, dat is aan het parket of dat is aan justitie, om daarover te oordelen. Goed, dankjewel. Ik wil nadrukkelijk de panelleden, ook Chris die vertrokken is, bedanken voor de constructieve inbreng in dit debat. Ik wil jullie danken voor de luisterbereidheid. En ik hoop vooral dat jullie er wijzer zijn van geworden. Ik zou graag namens de ontbijtclub ook de deelnemers van het debat en moderator willen bedanken. Ik heb ook vooral begrepen dat er toch wel wat drijf bestaat om wetenschappen af te sluiten. En daarmee willen wij als ontbijtclub politici ook zuurstof geven om wetenschappen kunnen af te sluiten. En hebben we alle deelnemers een fles champagne te zetten. Christophe, dank je wel. Christophe, geef zonder af. Na wij hebben we niet die zijn. Kijk, die van Martin en heb ik er laat twee. Laat ze gewoon hier. De stof is staat koud. Ja, zo vroeg drink ik niet. Zo. Je hebt een fles champagne, want ik heb een koffie. Dat ik hier dingen zeg die...